Vandaag gaan we kijken naar de opvolger van wel een van de meest succesvolle vlogcamera's, de G7X Mark II. Nou, nog even kijken naar de specs. We hebben het over een 20.1 megapixel 1 inch CMOS sensor. Dat is heel erg prettig. Dan heb ik een snelle processor, de DigiX 7 processor van Canon. ISO bereik loopt op van 125 tot 12.800. Dat is een behoorlijk bereik. En hij heeft ook een heel goed stabilisatiesysteem, 5-assig. En dat zou betekenen dat je tot 4 stops stabilisatie hebt. En ook is het autofocus systeem behoorlijk uitgebreid. Je hebt 31 autofocuspunten tot je beschikking. Een lens heeft een mooi brandpuntafstand van 24 tot 100 mm. En het is natuurlijk zo dat hij wel een verlopend diafragma heeft. Ga je helemaal tot het uiterste op 100 mm, dan heb je een diafragma van 2.8. 2.8 is dus nog steeds erg mooi. Hou je nog steeds een beetje het effect van die onscherpe achtergrond. Lekker mooi compact natuurlijk, goed vormgegeven. Fijne grip zit er trouwens ook op. Echt net wat je nodig hebt om hem goed vast te kunnen blijven houden. Nou, verder heeft hij ook weer de manual ring op de lens zitten. Erg fijn. Voor foto hoor je het ook al. Dan heeft hij dus dat je de kliks voelt voor het instellen van bijvoorbeeld je sluitertijd het diafragma. Doe je video wil je dat natuurlijk niet. Nou, daar hebben ze dus een mooi schakelaar voor op de lens. Dan hoor je dus helemaal niks. Kijk even naar de achterkant. Nou, je hebt natuurlijk het kantelbaar scherm. Dan dus naar boven, maar ook naar beneden. Het is touchscreen. Ook mooi op de bovenkant heb je dus je exposure compensatie. Dat is wel, je kunt het dus over en onder belichten. En natuurlijk heb je ook weer je pop-up flash. Wat ik ook wel leuk vind is dat hij dus inderdaad, je kunt hem ook nog kantelen. Dus mocht je een beetje willen bouncen met licht, dan is dat ook mogelijk. Nou, kijken we naar video, dan doet hij Full HD video tot maximaal 60 frames per seconde. Autofocus sim is erg goed bij video. Het is makkelijk met de touchscreen natuurlijk. Je kunt gewoon even aanraken waar je de scherpte wilt. En hij is heel scherp. Heel snel. Ik merk ook dat op het moment dat ik hem nu dus scherp stel, ik loop naar voren, ik loop naar achter. Het lijkt net alsof hij niet scherp staat, omdat het zo makkelijk gaat, zo vloeiend loopt. Wat ook mooi is, is dat je dus met je vinger dus gewoon puur even ergens op kan aanwijzen. En dus ja, de focuspool. Dus je kunt hem gewoon trekken naar een andere kant. Dus achtergrond is scherp, druk hem hier naartoe, wordt hij hiervoor scherp. En andersom ook weer. En wil je ook handmatig focussen, kan dat ook. Hij heeft ook nog manual focus peaking. Dat is eigenlijk wel iets wat je nodig hebt. Want dan, ja, met name, het is een kort scherpte diepte wat je hiermee kan halen met de lens. Maar wil je wel focus peaking hebben, dat je exact de scherpte hebt. Natuurlijk een vlogcamera, dan wil ik het ook op die manier gaan testen. Met name het aspect vloggen is erg belangrijk. Als je kijkt naar wat hij doet, er is over nagedacht. Deze camera heeft bijvoorbeeld wifi. En dan kun je makkelijk je bestanden meteen on the go even delen. Wil je het op je vlog delen, misschien op je blog delen, kun je dat gebruiken op die manier. Wat ook fijn is, hij heeft bijvoorbeeld RAW foto's. En RAW kan hij ook intern editen. Dus je kunt intern je RAW files al gelijk omzetten met de juiste instellingen, met de juiste belichting wat je wenselijk is. En dat ook meteen weer via wifi gewoon weer delen. Hij heeft naast het feit dat hij hem externe batterij oplaadt, heeft hij ook USB charge. Dan kun je dus inderdaad on the go even een pauze nemen en je camera toch opladen via bijvoorbeeld je powerbank. Ik heb hem nu staan op een diafragma van 1.8. Geeft toch een mooie onscherpte. En je ziet dus dat echt de focus naar mij toe gaat. Dat zie je toch behoorlijk goed, moet ik zeggen. En het mooie is ook, er is hier best wel veel licht en dat is eigenlijk niet mogelijk als je het zou doen zonder een ND-filter. En deze camera heeft het dus opgelost, er zit een ingebouwde ND-filter, die heb ik nu dus ook aanstaan. En dat merk je meteen, anders was het niet mogelijk en had ik dus het diafragma open of dichter moeten maken. En heb je net niet even die mooie onscherpte nu hier achter mij. Nou, je hebt natuurlijk goed beeldkwaliteit nu. Goed beeldkwaliteit wil je eigenlijk ook met goed geluid hebben. Hou er rekening mee, er zit geen microfoon in gang. Dus dat betekent, dit is het geluid waar je mee moet doen. Wil je het wel doen, dan moet je het toch extern gaan opnemen. Kijk even naar de foto's. Wat doet hij op fotogebied? Behoorlijk goed. Hij doet RAW op 14-bit. Dat is echt indrukwekkend voor een compact camera. Ook als ik kijk naar de bestanden, de foto's die ik maak, is dat erg goed. Dynamische bereik is erg netjes. Je ziet de donkere gebieden gewoon goed zichtbaar zijn. En ook de hooglichten, daar verlies je niet veel detail in. Als jij de autofocus behoudt, zit je op 5,4 frames per seconde. En hou je de autofocus eenmalig op de eerste foto vast en daarna de burst doorschieten, zit je op 8 frames per seconde. 30 foto's maak je met JPEG in een burst en 19 RAW. Ik moet zeggen dat het wel handig is. Klapscherm. Dus niet alleen naar boven, ook naar beneden. Dan kun je toch wel creatief foto's maken. Zonder dat ik zelf helemaal over de reling hoef te hangen. Vandaag hebben we dus de opvolger van, wat ik al zei, een van de meest succesvolle vlogcamera's kunnen testen. Nou, wat zijn dan onze bevindingen? Ik moet zeggen, erg goed bevallen. Hoge kwaliteit, foto's. Wat ik ook heel mooi vind, een diafragma heeft van
1.8, oplopen naar 2.8 met 9 lamellen. Zorgt ervoor dat hij hele mooie ronde bokehballen krijgt in de onscherpe achtergrond, zeg maar. Je houdt hem goed vast. Het scherm dat je makkelijk de kant is wat volledig te bedienen is met touchscreen. De knoppen zijn gewoon echt ideaal. Die zitten echt op de juiste plek. Het menu is ook op touchscreen ideaal ingedeeld. Je kunt meteen bij je knoppen, dus je bent er niet veel tijd mee kwijt. De videokwaliteit vind ik ook erg goed. Natuurlijk praten we nu over een camera die niet 4K kan, maar dat is je ook helemaal niet voor bedoeld. Het is een camera bedoeld voor goede kwaliteit, full HD. En dat doet hij gewoon. En natuurlijk wat ook heel mooi is, die AF-tracking. Dat werkt gewoon. Je wilt het gewoon dat het werkt. Want ik kan er nu op bouwen, met het vlog ook. Ik tik mijn gezicht aan en hij is scherp. Ik kan lekker bewegen, hoef niet bezig te houden met, oh, zit de scherpte wel goed? Nee, dat gaat goed. De onscherpte is mooi op de achtergrond en jij kan gewoon je verhaal doen. Het is een camera die heel veel kan, maar allemaal heel makkelijk te vinden is in het menu. Het werkt heel erg efficiënt en je krijgt echt de betrouwbare kwaliteit.